Zo, daar ben ik weer. Vandaag heb ik een kleine unboxing van een mooie telefoon. De OnePlus One. Misschien hebben jullie er wel eerder van gehoord. Het is de Sandstone Black 64 gig versie. OnePlus One ziet je. Hier nog een klein tekentje ervan. Hij is mooi verpakt, helemaal gesealed. Uit Engeland gekomen. En een losse EU-lader erbij. Nou, zal ik eerst even laten zien hoe die eruit ziet. Even deze opschuiven. Even openmaken. Hij is wel heel mooi verpakt, moet ik zeggen. Dus OnePlus One heeft wel goed aandacht besteed aan verpakkingsmateriaal. Het is echt, het ziet er netjes uit. Er staat gewoon een Charger EU. Is niets bijzonders. Laten we eens even kijken hoe die eruit ziet. Kijk. Dat lijkt op... Nou, ik zou qua vormgeving bijna zeggen dat het een Samsung lader is. Ik heb er volgens mij hier eentje liggen. Eens even kijken. Ja, nou kijk eens. Dit is de OnePlus One. Dit is de Samsung lader. Nou, het ziet er bijna hetzelfde uit. De OnePlus One is iets groter. En dit is dan 5 volt 2100 mA. En dit is toevallig een 5,3 volt 2 ampère. 2000 mA is het dan. En dit is van een Note Pro 12.2. Dus de lader van de OnePlus One is een powerful lader. Die laat hem heel snel op. Normaal zijn de laders 1 ampère of 1000 mA, maar deze is dus best wel krachtig, 2100 mA. Laten we deze weer even dichtgooien. Dan gaan we even weer verder met de doos van de OnePlus One. Ik vind het bijna zonde om hem open te maken, maar hij moet open. Zoals jullie weten is de OnePlus One heeft een Qualcomm Snapdragon 801 processor, geloof ik, 2,5 gig en 3 gig aan werkgeheugen. En deze Sandstone model heeft dus 64 gig en niet uitbreidbaar. Dat hebben jullie waarschijnlijk al gelezen. Nou, ik heb op Tweakers ook wel wat foto's langs zien komen, maar ik heb niemand een unboxing zien doen, dus ik denk ik doe het zelf maar eventjes weer. Eens even kijken, hier staat open. Nou, eens even kijken wat er gebeurt. Och, kijk eens wat een stijl. Wat een stijl, jongens, dat hebben ze goed gedaan. De doos gaat open en dan komt er nog een doosje tevoorschijn. OnePlus One, heel mooi gedaan. Even kijken, hoe gaat die? Zo gaat hij eruit, halen we de doos eruit. En dan krijgen we de echte verpakkingsdoos te zien. Nou, stijl, netjes. Hier staat het nog een keer, Sandstone Black, 64 gig, global version. Dat is wel goed om te weten. Ja. En nu even eruit halen. Nou, dat hebben ze heel goed gedaan hoor. En dan gaat hij zo open. Nou, vrij simpel. De doos, OnePlus One. Een klein labeltje. En dan, ach, hij klapt gewoon open. En dan krijg je geleverd. Ik denk dat dit voor de SIM-tray key is. En dan hebben we hier nog een USB-kabel. Mooi verpakt, ziet er echt strak uit. Hem even uitpakken. Dat is best wel apart gedaan. Ook de stekker is qua vormgeving best wel netjes. Mooi, een beetje Beats gevoel krijg ik ervan. En dat was het eigenlijk in de doos. Meer zit er dus niet in. De telefoon krijg je, USB kabel en een SIM tray key. Dan gaan we de telefoon tevoorschijn halen. 5,5 inch. Sandstone, gevoel van hard plastic,
maar met een zachte viool nog erbij. Netjes. Hij voelt niet echt groot. Het is best wel een goed formaat volgens mij. Hij is opvallend licht. Netjes. Wat is dit? Een 13 megapixel camera geloof ik zo uit het hoofd. En dual flash. De speaker grills. USB aansluiting. Microfoon geloof ik. Hier nog een 5 megapixel camera voorin. Notificatieledjes, die zitten hier al. En dan hebben we, even kijken of ik het hier nog kan laten zien. Hier zit dan nog een koptelefoon aansluiting. En nog een microfoon hier al. En ik geloof nog eentje hier op de achterkant. Nou ja, hij is gebrand. OnePlus. Hij draait op Cyanogen. Even kijken of er wat sap in zit. Android. Nou, de screen protector ga ik er op dit moment niet afhalen. Ik ben van plan om hem weer door te verkopen. Dus dit was enkel de unboxing. Ik vind het een mooi toestel. Hij ziet er netjes uit. Strak. De volumeknop zie ik hier al. Een beetje moeilijk te zien, maar dit is de volumeknop. Nou ja, dan start hij dus op met Cyanogen. Mooi. Aan- en uitknopje. En dan ben ik zelf nog even op zoek naar die SIM-tray. Oh ja, die zie ik hier al. Heel vaag. Heel vaag. Hier al zit hij, de SIM-tray. Met het gaatje. Mooi toestel hoor. Nou, dit was het eigenlijk. Een hele korte unboxing van de OnePlus One Sandstone Black 64 gig. Prachtig toestel. Full HD scherm. Ik weet niet of ik een review doe, maar mocht die komen, dan zien jullie hem vanzelf op mijn YouTube verschijnen. Ik vond het wel een hele mooie korte reviewtje voor nu. Of een unboxing is het, correctie. Tot de volgende keer. En ja, wat zal ik nog meer zeggen? Tot de volgende keer.